Nogmaals, alles loopt anders. En graag hebben we wel jullie feedback over jullie mening, wat je van de opzet en dit soort dingen vindt. De badge graag na afloop ook inleveren. En dan tot slot in januari ons volgende event, Threat Intelligence. 19 januari, we hopen jullie vandaag weer te zien. En dan beginnen we nu met de aftrap van vanavond. Hunted slaan 12 Nederlanders op de vlucht. Wat zijn nu weg? Doodgewone burgers, zoals jij en ik. Ik vertrouw niemand meer. Zakken. Beste PVB'ers, welkom. Ja, alweer de laatste activiteitenavond van 2016. Jullie zien een bijzondere opstelling. Het is een wat interactievere opstelling. Ik reken dus op veel vragen, veel discussie, veel interactie. En daarom dus de zogenaamde arena-opstelling. Persoonlijk noem ik het de in het hol van de leeuw-opstelling. Het publiek kan de spreker van alle kanten benaderen. En de spreker staat dus tussen het publiek in het hol van de leeuw. Korte lijntjes. En ja, we gaan het hebben over privacy. Weer over privacy? Helaas wel. 2016 is privacyjaar en elke dag had men het erover. Boetes dit, boetes zus en zo. Kennelijk is het heel belangrijk. Ja, maar is het niet zonde van onze tijd? En is het geen spelletje van juristen? Iedereen zet zijn informatie toch op LinkedIn. En bij Google, daar word je niet eens aangenomen als je geen online presence hebt. Laten we toch alsjeblieft ophouden met die flauwekul. En ons nou eens een keer focussen op echt belangrijke dingen. Op zich heb je gelijk. Maar als we een heel jaar met z'n allen over privacy spreken en allerlei boetedreigingen hebben, moet het wel belangrijk zijn. Er is kennelijk heel veel geld mee gemoeid. Er verdienen veel mensen geld in de privacy- en de informatieveiligheidsindustrie. Dus misschien is het goed om eens met z'n allen inzicht te krijgen hoe we een verantwoorde financiële business case moeten opzetten. Wat is al die data nu waard? En moeten we ons echt zo druk maken? Privacy is voor mij een kapstok waar informatieveiligheidsmaatregelen uitvloeien. En misschien is het wel een goed idee om die financiële kosten en baten inzichtelijk te maken. Want ja, misschien is de privacy van BN'ers en politici wel meer waard van gewone burgers. Daar ben ik wel benieuwd naar. Nou, met deze activiteitenavond hopen we inzicht te krijgen of al die privacy flauwekul niet enkel een juridisch speeltje is. En of je met veel geld veel privacy kan kopen. En is het dus echt iets van de rijken? Tot slot zou ik eigenlijk wel eens wat willen weten over incidenten en lessons learned. Privacy is tenslotte in 2016 een buzzword. Ja, nou, de gemeente Amersfoort was een datalek. En we hebben toevallig, of niet, een spreker op ons die ons daar de geleerde lessen van zal vertellen. Dat is mooi, want we hebben ook nog drie sprekers die iets kunnen vertellen over die, nou, naast de financiële business case, is het nou echt zo belangrijk en is het wel een flauwekul? En of we niet gewoon moeten stoppen met die privacy? We hopen op deze avond van onze PVB'ers veel inspiratie te geven om zelf een pad uit te zetten op het gebied van privacy. Maar waarom hebben we nou eigenlijk zo'n zwart balkje voor ons gezicht? Zo, het is net een censuurballetje. Misschien een goede vraag of censuur hetzelfde is als privacy? Wil jij herkenbaar zijn? Jouw privacy heeft misschien wel gevolgen voor mijn privacy. Mijn privacy gevolgen voor jouw privacy? Nou, daar ben ik benieuwd naar. Goed, hoe ziet deze avond eruit? Nou, we hebben vier sprekers die jullie op ideeën moeten brengen, moeten inspireren over het onderwerp privacy. Als eerste spreker om 6:30 nu dus gaat Els de Busser van de Haagse Hogeschool praten over ik heb niets te verbergen, dus laten we ophouden met deze privacy flauwekul. Aansluitend gaat André Biesheuvel van Duttler de economische business case voor de informatiebeveiliger voorrekenen. Daarna hebben we pauze. Pauze zal ongeveer 15 tot 20 minuten zijn. Dan komt Bas de Groot van VKA en die gaat het hebben over lessons learned uit datalekken bij de gemeente, in dit geval de gemeente Amersfoort. Na ongeveer 9 uur hebben we Elsine van Os van de tv-serie Hunted en zij gaat iets vertellen over de rol van profiling
van psychologie in de opsporing van voortvluchtigen. Privacy is daarbij, ja, wel, niet doen, maar we hebben in ieder geval die informatie nodig. En tot slot hebben we een afsluiting en de gebruikelijke borrel. Een leerzame avond. Hoop je. Goed, we gaan gelijk van start met Ernst. Even kijken. Klikker heb je? Klikker heb ik. Microfoon werkt. Ja, dankjewel voor de inleiding. En dank voor de uitnodiging ook hier vanavond. Een andere opstelling werd mij gezegd, dus een arena-opstelling of het Hol van de Leeuw. En ze moeten zich waarschijnlijk afgevraagd hebben, mag dat ook een Vlaamse leeuw zijn? Misschien ben ik hier ook de enige Vlaming in de zaal. Dat schept een andere arena dan. Maar goed, we gaan het vandaag hebben over privacy. En dus mijn taak was hier, of ik werd gevraagd vandaag, om te chargeren en met jullie in discussie te gaan. Maar dus chargeren in die zin, niet gewoon stellingen poneren om stellingen te poneren, maar ik zou het zeggen, chargeren om te leren. Hè? Dus we gaan ervan leren, we gaan in discussie gaan en we gaan zien of privacy dan effectief zo nonsens is of flauwekul is, of dat het dan toch belangrijk is. Dus ik wou daar even met jullie over in discussie gaan, omdat je heel vaak dit soort titels ziet, dat privacy dood is en privacy niet meer bestaat. Mark Zuckerberg was een van de eerste die dat zei. Natuurlijk, hij had er een ander belang bij. En dan heb je natuurlijk een aantal mooie covers van belangrijke magazines. En een heel mooie stelling vind ik, I can be Googled, therefore I am. Wat daar net in het filmpje eigenlijk ook al naar voren kwam. Dus je hebt een online presence nodig. U herinnert zich misschien ook nog wel een aantal jaar geleden, wanneer in de Verenigde Staten een jonge man een bioscoop binnenstapte en in het wilde weg begon rond te schieten en een groot aantal slachtoffers maakte. Het eerste wat over hem in de headlines verscheen was dat die persoon geen online presence had. En dat was alsof dat hem juist verdacht maakte dat hij niet een Facebook-profile had, dat hij niet filmpjes op YouTube postte, dat hij niet op Twitter zat. Vond ik een heel interessante stelling, omdat het een andere manier van denken is in feite dan wat we gewend zijn. Nu, hoe zit het nu precies met privacy? Gaan we daar... Ja, wat betekent dat nu eigenlijk, privacy? En is dat nu effectief nog belangrijk? Kunnen we in feite voor of tegen privacy zijn? Dat was een vraag die ik mij de voorbije dagen heel vaak heb gesteld. Want u ziet, we leven in een tijd van referenda. Hè. Op zondag hadden we het referendum in Italië, dan hebben we Oekraïne gehad in het voorjaar. Daartussen natuurlijk de koningin van alle referenda, de Brexit. Kan je überhaupt voor of tegen privacy zijn? En gaan we daar naartoe, naar een referendum over privacy, voor of tegen privacy? Zou dat kunnen? En kan je dat? Kan je voor of tegen de zon zijn? Ja, of dat je nu houdt van de warmte of niet, je kan ervan wegtrekken, je kan naar het hoge noorden verhuizen, waar de zon deze tijd van het jaar niet veel schijnt, maar ze blijft er nog altijd wel staan. Is dat misschien hetzelfde met privacy? Kan je voor of tegen privacy zijn? Ook al ben je tegen, het is er nog altijd wel, of niet? Dus dat zou ik eigenlijk als leidraad willen gebruiken vandaag, want ik vraag me effectief af of we daar naartoe gaan, naar een referendum over privacy, en of we daarover kunnen stemmen. Want het stond natuurlijk heel fel in de headlines naar Brexit, dat mensen eigenlijk niet goed beseften waarvoor ze stemden. Dus stel nu voor, heel hypothetisch gezien, dat je een referendum zou organiseren voor of tegen privacy. Zou je dan weten waarvoor je stemt? Zou je dan weten wat privacy precies betekent? Of zou je dit soort visuals dan in de kranten hebben de dag nadien, waarbij je op Google Trends gaat zien wat mensen gegoogeld hebben op het moment dat de polls gesloten werden. Dat was dus het image van de Brexit de dag daarna. Waarop mensen plots begonnen te googelen, wat is eigenlijk de EU? Met andere woorden, ze wisten in feite niet waarvoor ze stemden. En dan heb ik even de test gedaan gisteren en heb ik even gekeken naar wat mensen nu googelen in termen van privacy. Dus ik heb het natuurlijk in het Engels gedaan, want als je het Nederlands doet, dan krijg je niet veel hits. Zoeken mensen effectief naar die zin, what is privacy? En eigenlijk was ik wel teleurgesteld van deze grafiek. Het was niet zo wereldschokkend. Hè? Dus het gaat eigenlijk van 2004, dat kan je waarschijnlijk niet lezen achteraan, van 2004 tot gisteren, tot 2016, gaat dat zo
schokgolvend, maar hele lichte schokjes eigenlijk. Dus veel haal je daar niet uit. Maar als je dan, en dat was eigenlijk mijn stelling die ik vandaag ook wil gebruiken, want kan je voor of tegen privacy zijn, is dat niet ongeveer hetzelfde als voor of tegen misdaad zijn? Kan je dat? Kan je voor of tegen misdaad zijn? Dus heb ik ook eens gekeken naar, googelen mensen dat? What is crime? Wat is misdaad? En dan zie je ongeveer hetzelfde patroon, dus daar haal je eigenlijk ook niet veel uit. Een stelling die ik hier even in de groep wil gooien, kan je privacy eigenlijk vergelijken met misdaad? Want privacy is net zoals misdaad, iets wat verschilt van land tot land, iets wat verschilt van tijd tot tijd. In het ene land, wat strafbaar is in het ene land, is niet strafbaar in het andere land. Denk aan homoseksualiteit. Denk aan euthanasie. Denk aan kauwgumkauwen in Singapore. Strafbaar in Singapore, hier in Nederland denk ik nog niet. Misschien in de toekomst wel. Kunnen we niet voorspellen. Dus als je het op die manier bekijkt, geografisch gezien, wordt misdaad op andere manieren gedefinieerd, maar ook in tijd. Het is eigenlijk nog niet zo lang geleden dat een aantal Europese lidstaten in hun strafwetgeving overspel strafbaar maakten. Wat gaat over 20 jaar strafbaar zijn? Roken misschien? Sommigen zeggen vlees eten. Ik kan daar van alles bij bedenken wat binnen 20 jaar strafbaar gaat zijn of wat over 50 jaar of over 100 jaar strafbaar gaat zijn. Dat is ook zo met privacy. Privacy verschilt. Wat wij denken over privacy is niet noodzakelijk wat een Amerikaan of een Australiër denkt over privacy. En hoe wordt dat dan geregeld als je niet kan beschrijven wat dat is? Wat in de middeleeuwen als privacy wordt bevonden, zal zeker verschil hebben van wat wij vandaag van privacy vinden. Mensen leefden toen veel dichter op elkaar, met grote gezinnen in één huis. Vaak niet in aparte kamers. Dat kunnen we ons vandaag niet meer voorstellen. Dus als je die analogie eigenlijk doortrekt met misdaden, dan moet je natuurlijk wel eerst weten, wat is nu precies privacy? Wat wordt daarmee bedoeld? Want als ik inderdaad zeg, dat verschilt nogal eens van land tot land en van tijd tot tijd, en van cultuur en van religie, dat heeft er allemaal mee te maken. Dat zijn allemaal relevante factoren. Bestaat er dan eigenlijk wel een definitie van privacy? Nu, in de wetgeving niet. Dus juristen kunnen u daar niet bij helpen. En dat is ook logisch dat er in de wetgeving niet staat, want het verschilt juist van land tot land, heb ik daarnet gezegd, en van tijd tot tijd. Waar staat het dan wel beschreven wat privacy is? Wat mijn favoriete definitie nog altijd is, in de jaren dat ik nu privacy en persoonsgegevens onderzoek, is een academische definitie. En het klinkt heel saai, maar het boeiende aan die definitie is wel dat die al overeind staat sinds 1890. Dus die is al meer dan een eeuw oud en die is toch nog altijd geldig, klinkt een beetje wetgevend-achtig, maar die is toch nog altijd relevant. En dat is een definitie van twee Amerikaanse heren, Warren en Brandeis. Als ik me niet vergis, is het Warren aan de linkerkant en Brandeis aan de rechterkant. Brandeis is later ook rechter in het Supreme Court van de VS geworden. Dat zijn dus twee Amerikaanse advocaten, hadden samen een praktijk. En hebben in 1890 een artikel gepubliceerd in Harvard Law Review, waarin ze privacy helemaal ontleden en dus tot een definitie gekomen zijn. Een heel eenvoudige definitie. In het Engels is het the right to be let alone. Vrij vertaald als het recht om met rust gelaten te worden. In Vlaanderen zeggen wij, het zijn uw zaken niet. Of het recht om te zeggen, none of your business. Hè? Dus het zijn uw zaken niet, zeggen wij in Vlaanderen. Een definitie die in 1890 geldig was, maar die ook vandaag de dag nog relevant is. En die waarschijnlijk over 100 jaar ook nog altijd relevant is. Juist omdat die zo algemeen en zo simpel is. Het recht om met rust gelaten worden. Heel simpel. Maar wat valt daar nu onder? Wat u als rust defineert. In feite. Heel vaak wordt privacy dan ook verward met persoonsgegevens. Met persoonsgegevensbescherming of data protection. En dat is iets wat ik heel vaak aan mijn studenten uitleg. En ik heb hier een paar bekende gezichten gezien die over mij die les hebben gehad. Persoonsgegevens en persoonsgegevensbescherming overlapt wel gedeeltelijk met privacy, maar is niet helemaal hetzelfde. Want als ik zeg privacy betekent het recht om met rust gelaten te worden, persoonsgegevens zijn net die gegevens die u als individu identificeren.
Met andere woorden, die u kunnen isoleren van een groter groep mensen. En het voorbeeld dat ik in mijn lessen altijd geef, is als je een set van gegevens hebt, die zoekt naar een Vlaamse vrouw die Els heet. Dus drie gegevens, Vlaams, vrouw en Els. Dan ga je bij een aantal duizend, misschien een aantal tienduizenden personen terechtkomen. Dus dat is niet identificerend genoeg. Maar voeg je daar iets aan toe, een Vlaamse vrouw die Els heeft en in Den Haag woont, ja, dan ga je waarschijnlijk ook nog wel een stuk of 10, 20, misschien 30 mensen hebben geïsoleerd. Nog niet genoeg. Maar als je dan daarvan maakt, een Vlaamse vrouw die Els heeft, die in Den Haag woont en die docent is bij de rechtenfaculteit op de Haagse Hogeschool, dan heb je mij geïdentificeerd. Dus dan is jouw dataset genoeg om te zeggen, dit is persoonsgegevens. Dit zijn persoonsgegevens. Dit is identificerend, individualiserend genoeg. Kan overlappen met privacy, maar hoeft niet zo te zijn. Want wat behoort dan tot je privacy? Als je privacy inderdaad defineert zoals Warren en Brandeis dat meer dan 100 jaar geleden deden. The right to be let alone, dus het recht om met rust gelaten te worden. Dan valt daaronder gezondheid, seksuele oriëntatie, religie. Maar dat identificeert een persoon niet. De persoonsgegevens die daarmee vasthangen, die daaraan gekoppeld zijn, die kunnen wel iemand identificeren. Dus het is belangrijk eigenlijk om dat onderscheid te maken, want het wordt heel vaak met elkaar verward. En velen van u zullen al gehoord hebben over de nieuwe Europese wetgeving, die in mei 2016, dus maar een aantal maanden geleden, is aangenomen. De Algemene Verordening Persoonsgegevensbescherming. Velen van jullie hebben een achtergrond in informatiebeveiliging, dus velen van uw bedrijven zullen daarmee geconfronteerd worden. En die bedrijven hebben dan nog ruwweg 18 maanden om dat ook om te zetten. En ik vermoed dat een van de volgende sprekers daar nog wat dieper op gaat ingaan. Maar dat is dus de wetgeving op persoonsgegevens. Hoe worden persoonsgegevens beschermd? Met als basisregel de toestemming natuurlijk. Maar dus als je privacy definieert, dan kom je automatisch wel bij persoonsgegevens gerecht, maar die twee zouden dus niet met elkaar mogen verward worden. Is dat nu belangrijk, die persoonsgegevens en die privacy? En dan hoor ik heel vaak, ik heb niets te verbergen, dat hebben we daarnet ook in het filmpje gehoord. Ik hoor ook heel vaak, ik doe niets verkeerd, dus van mij mag alles gezien worden. Of, ja, maar wat doe je er tegen? Een soort van machteloosheid, een passieve instelling. Ik accepteer het wel, dus ik kan er niks tegen doen. Of ik ben niet belangrijk genoeg. Zoals in het filmpje werd gezegd, de belangrijke Nederlanders of de beroemdheden, hebben die minder privacy dan wij? Of sommigen zeggen, privacy wordt gewoon iets duurder als je beroemd bent. Is dat nu belangrijk? Dan heb ik een paar voorbeelden verzameld. En het eerste voorbeeld, dat zal u bekender in de oren klinken dan mij, want voor mij was dit redelijk nieuw. Maar dit is een geval van in 2012, waarin ruim 1200 ZZP'ers van fraude werden beticht omdat hun gegevens fout werden verwerkt. Of omdat de foute gegevens werden verwerkt. Dat zijn nog twee verschillende dingen. Dit is een voorbeeld van waarom persoonsgegevens belangrijk zijn. Of beter gezegd, waarom beveiliging van persoonsgegevens belangrijk zijn. Dat zal niet nieuw zijn voor u. Wat u misschien gehoord heeft in september van dit jaar, is dat voor de eerste keer een jonge vrouw, een Facebook-gebruiker, haar ouders heeft aangeklaagd om het posten van babyfoto's op Facebook. Nadien werd gesteld dat dit eigenlijk een voorbeeld was van fake news, dus het nepnieuws, wat een relatief nieuw fenomeen is, vooral sinds de meest recente presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten. Dus het bericht bleek vals te zijn, of het is het tenminste nog niet bevestigd door de bevoegde rechtbank. Maar wat er dus achter zat, en daarom heb ik het toch als voorbeeld gebruikt, ook al zou het nepnieuws zijn, mocht dit echt zijn, het zou mij niet verbazen. Want als je een keer nadenkt, Facebook is opgericht in 2004. Dus de mensen die nu jongvolwassen of volwassen zijn, waren toen kind. En ik kan me voorstellen dat in de eerste hoogdagen van Facebook vele jonge ouders heel trots op hun kinderen en alle gekke dingen die doen. En de meest gênante foto's daarvan op Facebook posten. De mensen die toen onderwerp waren van die foto's en toen dus kind waren en die grappige en gênante dingen uithaalden op foto's, zijn nu jongvolwassenen en volwassenen die een job beginnen zoeken.
En als die foto's nog online staan en de mogelijke werkgever googelt de naam, komt bij die foto's terecht. En dat kan vrij gênante gevolgen hebben. Dus het zou mij niet verbazen, ook al is dit misschien fake news, dat vroeg of laat dit inderdaad tot dat soort breuken leidt tussen kinderen en hun ouders en eventueel tot de rechtszaak kan komen. Dus ook een voorbeeld van, dit is overlap tussen privacy en persoonsgegevens natuurlijk. Hè. En een ander voorbeeld, of een verzameling van voorbeelden over bedrijven die persoonsgegevens verzamelen, die gepersonaliseerde prijzen op hun producten zetten. Dus ieder krijgt een andere prijs op basis van hun surfgedrag of koopgedrag. Op basis van welke laptop surf je? Surf je van een Mac of surf je van een PC? En krijg je een iets hogere prijs als je van een Mac surft. Of zoals hier een CEO zegt, knowing your customers, who your customers are is great, but knowing how they behave is even better. En dan is het meest bekende en meest beruchte verhaal dat van een supermarkt in Verenigde Staten die Target heet. Iedereen die in de VS is geweest, en ik zie al veel mensen knikken, dus die weten al waar het over gaat. Supermarkt Target die een data-analyst een oefening liet doen om te zien of jonge gezinnen die in blij verwachting zijn van hun eerste kind, of die na de geboorte aan de supermarkt kunnen gebonden worden. Met andere woorden, kunnen we die mensen overtuigen om al hun aankopen, dus het gaat dan van luiers tot kinderwagens en voedingsmiddelen enzovoort, en elektro zelfs, om die, al die koopwaren in één en dezelfde supermarkt te kopen. En na een aantal bewerkingen uitgeprobeerd te hebben, bleek dus effectief dat de supermarkt kon voorspellen dat een vrouwelijke klant zwanger was, nog voor zij het zelf wist of haar familie het wist. En dat ging door het aankopen van ongeparfumeerde lotion of zeep. Want vrouwen die zwanger zijn, hebben een iets hogere reukvermogen. Dus ze gaan ongeparfumeerde zeep kopen. Ze gaan heel veel watten kopen, dus katoenwatten. En allerlei verzorgingsproducten, voedingssupplementen zoals zink en foliumzuur en zo. In sommige supermarkten kan je dat ook kopen. Dus op die manier kon Target dat voorspellen. En kwam plots een heel boze vader over de vloer. En eiste om de manager van Target te spreken. En zei, waar zijn jullie godsnaam mee bezig? Mijn dochter is 16 jaar en die krijgt van jullie reclamefolders voor baby's, voor jonge moeders. Dat kan toch niet meer dat jullie zoiets doen? En de manager van Target excuseerde zich 100.000 keer het akkefietje was daarmee opgelost. Maar zanderdags vond die manager, ik ga die meneer toch een keer nog eens opbellen en mijn excuses aanbieden. En hij deed dat. En toen zei die man, ja, ik moet mij eigenlijk excuseren, want u had gelijk. Mijn dochter is effectief zwanger. Dus een supermarkt is beter in het voorspellen van de activiteiten van een 16-jarige dan haar eigen ouders. Dus dat gaat toch wel vrij ver. Dat wou ik hier absoluut als voorbeeld gebruiken. Om de discussie te triggeren, los te maken. Dus waar gaan we dan naartoe? En daarmee wil ik dan ook de arena openen om van u te horen wat u daarvan denkt, wat voor u privacy is en wat voor u belangrijk is. Is privacy belangrijk? Kan je voor of tegen zijn? En zo ja, wat doen we daar dan mee? Dank u. Hebben we een microfoon? Okay. Zijn er vragen? Uitdagingen? Opmerkingen. Ik heb de bril maar afgezet, anders viel ik door de stoel. Mijn naam is Thijs de Graaf. Goed verhaal, dankjewel. Ik had er nog nooit zo over nagedacht. Maar luister naar je verhaal, komen er als een soort woordenwolk komt er bij mij op. Maar er is één woord wat gigantisch op de voorgrond staat. Mm-hmm. Macht. Ja. Economische macht. Whatever, want ook gêne is iets van, oh, de omgeving krijgt macht over me, ik voel me kleiner worden. Dus er is alles wat je vertelt, soms is het economische macht, maar het heeft te maken met balans in systemen.
in dit geval dan ja, een sociaal systeem voor mensen. Ik weet nog niet wat ik ermee moet, maar dat is mijn observatie. Ja, ja. Goed punt. Dat doet me eigenlijk denken aan een boek dat in januari op de markt zal komen met de klinkende titel Privacy and Power. En de auteurs, of de editors moet ik zeggen, hadden een discussie vooraf, want eigenlijk hadden ze het boek Power and Privacy willen noemen. En dan zei de tweede editor, nee, ik vind dat niet goed. Privacy moet eerst staan. Eerst privacy en dan macht. En vond ik een heel interessante discussie om daarop aan te knopen. Wat komt er eigenlijk eerst? Privacy en macht, dat is een kip of het ei verhaal. Ja, ik zou zeggen macht. Eerst macht en dan privacy? Ja, ik denk het wel. Want ook als individu, bedoel, als je even teruggaat naar gewoon de natuur waar je in leeft, de bedreigingen zitten aan alle kanten. Mm-hmm. En het heeft toch te maken met van overleven, laat ik maar zo zeggen. Jezelf beschermen. Jezelf beschermen. Ja. Of een deel van een systeem beschermen. Een groot systeem kan ze abstract maken als je wil. Maar niet alleen jezelf, ook anderen. Hè? Zoals ik dat voorbeeld gaf van ouders en hun kinderen. Dus mm-hmm. Het posten van foto's van je kinderen op Facebook. Nou, er zitten draadjes vast. Of Instagram. Machtssystemen zijn heel ingewikkeld. Ja. Goeie opmerking. Dat is mijn observatie. Ja, dankjewel. Nog meer vragen? Ik ben Ruud Ruin. Ik heb de volgende ook observatie eigenlijk. Ik begrijp de openingsvergelijking met misdaad, maar dat wordt je aangedaan. En privacy, dat moet je krijgen. Ja. Om het even zwart-wit te zetten. En dat maakt nog een heel verschil over wat kunnen we ermee, hè, als je dat vraagt. Zwaar. En in die zin kan privacy ook niet iets zijn wat je zelf doet. Tenzij je probeert zoveel mogelijk te verbergen enzovoort, dan komen we daar weer uit. Of je aan de macht onttrekken. Ja. Maar in eerste instantie is de macht aan zet. En moet jij maar zien dat je privacy houdt. Ja. En bedoelt u dan macht van bedrijven of macht van overheden? Ja. Privacy wordt je gegund, denk ik. Je kan het niet zelf maken. Wordt privacy je gegund of is het een recht? Nee, dat is een formaliteit. Oké, ja. Dan komen we terug bij dat juristenspeeltje wat in het filmpje aan bod kwam. Ja. Dank u. Is het niet zo dat wat wij moeten beschermen is niet per se onze privacy, maar de misbruik van die gegevens? Mm-hmm. Een goede voorbeeld wat eigenlijk steeds dichterbij lijkt te komen in Nederland is de misbruik van medische gegevens door zorgverzekeringsbedrijven. Mm-hmm. En dat is zeker iets waar het van heel groot belang voor iedereen is, dat wij worden niet gediscrimineerd door onze zorgverleden in hogere prijzen, et cetera. En dat is iets waar eigenlijk de regering moet daar regels voor stellen. Dat mag niet misbruikt worden. Mm-hmm. Maar dat geldt eigenlijk voor alles wat met privacy heeft te maken. Het feit dat die regels in er zijn, wil nog niet zeggen dat die niet kunnen misbruikt worden. Hè? Altijd, inderdaad. Ze moeten natuurlijk geenforced worden, dus ze moeten natuurlijk toegepast worden en gehandhaafd worden. En zowel mogelijk moeten wij het wel gewoon niet mogelijk maken. Ja, want dan gaat het wel over persoonsgegevens en minder over privacy, maar de overlap is er. Ja. Daar was nog een vraag. Oh. Sorry. Ja, komt eraan. Dat gaat niet zo makkelijk. Ik heb een vrij harde stem. Ja, ik vond het een interessant verhaal. Alleen, ik denk dat het verhaal wat u vertelde wat betreft met de dame, dat die in verwachting was, moet je je eigenlijk van tevoren afvragen wat is het doel van een dergelijk onderzoek of het doel van een dergelijke scanning. Laatst was ik bij de Haagse Security Delta en daar was iemand van Schiphol. En ik vond het heel interessant, want daar bekijken ze in de camera's dus echt inderdaad puntverdichtingen en gedrag van mensen. Met name eigenlijk met het doel om ervoor te zorgen dat de beveiliging optimaal is binnen dat vertrekgedeelte. Dus ik vind het een heel moeilijk onderwerp. Daar zit de kern, denk ik, van in dit geval van privacy. Wat is het doel wat je ermee wil doen? Als het een marketingtraject is, dan vind ik het dubieus worden. Dat is mijn mening. En aan de andere kant, als het ter bescherming is van een hoeveelheid, een verzameling mensen die met vakantie gaan of op zakenreis gaan, ja, dan vind ik het wel legitiem. En zeker gebeurt het dan ook nog door een overheidsinstelling, met name Marge Chez.
ik hoop dat dit tot een discussie leidt. Ja, wat u eigenlijk beschrijft is de wetgeving op persoonsgegevensbescherming. Want daar is het doelbindingsprincipe effectief wel goed uitgebouwd. Het doelbindingsprincipe wil zeggen dat je gegevens mag gebruiken voor een welbepaald legitiem doel. En dat je die niet mag gebruiken voor een doel dat daar volledig los van staat en niet komt. Privacy in, want je wordt gevolgd. Maar ik denk dat er niet echt een niet echt veiligheid kan bestaan in een bewakingsstaat. Mm-hmm. Omdat je namelijk, u had uw stelling ook laten zien ik heb niks te verbergen. Helaas is het zo dat je pas weet wat je te verbergen hebt als het te laat is. Ja. Dat hebben we gezien in het Derde Rijk bijvoorbeeld. Hier in Nederland was gewoon heel veel verzameld aan gegevens en de godsdienst van mensen. En het was voor die tijd helemaal geen probleem om Joods te zijn. Nou, daarna dus een heel groot probleem. Dus veiligheid kan alleen maar bestaan als je ook privacy hebt. Ja, interessant punt. Hier is langer. En daar nog. En hier nog één. Ja. Ja. Privacy kan voor je veiligheid. Het kan zo zijn dat je privacy opgeeft, bewust opgeeft voor je veiligheid. Het kan heel goed zijn dat het heel handig is als ik hier zometeen neerval, dat iemand weet dat ik het aan mijn hart heb, ik noem eens wat. Het gaat er vooral om daar een goed gemiddelde in te vinden. En dat kan je ook grootschalig met die verzekeraars dat verhaal ophangen natuurlijk. Wat doen ze ermee en wat doen ze er later mee? Want nu kun je nu al zeggen, oké, we krijgen nu wetgeving. Er is geen enkele garantie op wat er straks gaat gebeuren. Er zitten twee kanten aan dezelfde zaak. En waar vind je die balans en wie bepaalt dat? En als je heel veilig bent omdat je niks kunt verbergen, dan is je grootste vijand de staat zelf, zal ik maar zeggen. Als die alles in de gaten houdt. Dus je hebt altijd die vijand. En die balans die moet ergens door gewaarborgd worden. En dat is volgens mij het grote raadsel wat we moeten oplossen. En dat is ook het enige wat je kunt doen. Zelf zien dat je je controle houdt over hoe ver je jouw cirkel uitbreidt. Ja, Ritesh Mathura. Ik las laatst een artikel over China. Daar is een social website waar iedereen verplicht lid van moet zijn. Waar dan gekeken wordt wat je post, wat je allemaal post, wie je vrienden zijn. En op basis daarvan krijg je punten, social points. En afhankelijk daarvan kun je dan ergens bij de overheid een baan vinden of hogerop op de sociale ladder komen. Nou, weet ik eigenlijk niet in hoeverre dat fake news is, maar als het om China gaat, dan weet ik het eigenlijk niet. Maar waar wij een beetje theoretisch aan het praten zijn, lijkt het daar heel erg praktisch te zijn. Ja. Dus, is dat waar? En zie je dat misschien op andere plekken ook? Ik stel me ook de vraag of dat het geen fake news is, om eerlijk te zijn. Natuurlijk, dat is waarschijnlijk gekoppeld aan het verhaal dat Facebook daar verboden is, wat wel klopt. Maar van deze social media vorm had ik nog niet gehoord, in zoverre dat het effectief nog social media is. Natuurlijk, ik wijs er ook altijd op, we zijn vanuit de EU nogal geneigd om naar de VS te kijken. Omdat de meeste bedrijven waarmee we, en dan zowel social media bedrijven als andere bedrijven waarmee we te maken hebben in zaken informatieverwerking, hun hoofdzetel in de VS hebben. Maar daarmee vergeten we eigenlijk nog andere landen, zoals Rusland, China en zo verder. En wat u daarnet zegt, is daar een voorbeeld van. Dus hoe worden gegevens daar verwerkt? Want uiteindelijk, wij doen veel business vanuit de EU met de VS, maar ook met China. Dus onze gegevens worden ook daar verwerkt. En daar moet ook een keer over nagedacht worden. Niet alleen maar over de VS. Ik ben Henk Druiter. Het verhaal over privacy en data en share heeft ook te maken met aan wie geef ik die gegevens en wat gebeurt er in de tijd met die gegevens. Je krijgt altijd een balans. Ik kan me herinneren, in Nederland een paar jaar geleden was er op een bepaald moment een vader die met zijn kinderen had ontvoerd en daar ging iets mee gebeuren. Uiteindelijk zijn ze overleden. In dat traject om te ontdekken welke route die man had genomen, gingen ze alles uit de kast halen. Camera's, et cetera. En eigenlijk was iedereen ervan overtuigd dat het goed was dat al die data beschikbaar was. Ook individuele data. Ongeveer een half jaar later
heb ik een presentatie van onder andere TomTom van de routeprogramma meegemaakt, die juist data gebruikt van de individuen en daarbij de eerste 5 kilometer en de laatste 5 kilometer weggooit, bewust binnen 2 weken, om ervoor te zorgen dat er niet opgevraagd kan worden. Wat je dan toont, is dat eigenlijk vanuit het eerste onderwerp vindt iedereen eigenlijk dat die data ter plekke beschikbaar gesteld moet worden voor het doel wat daarvoor staat. Tegelijkertijd, maar als je het omdraait, dat je eigenlijk alle data van iedereen zou moeten kunnen bewaren en die dan waarschijnlijk aan de overheid geeft en die dan daar alles mee kan doen, is dat eigenlijk de discussie waar het om gaat. Tot hoever sta je toe dat data gedeeld wordt en mag het gebruikt worden? Aangezien we die discussie niet kunnen voeren, denk ik dat het uiteindelijk, ik wil met rust gelaten worden, dat recht vervalt op het moment dat je alles beschikbaar maakt. Ja. Aan de andere kant, om nu even advocaat van de duivel te spelen, een DNA-databank van alle Nederlanders of van alle Belgen zou het politiewerk veel makkelijker maken. Ja. Kom er. Goedendag, ik durf te stellen dat privacy een mensenrecht is. Laten we dat voorop stellen. Het is al licht een beetje aangestipt. Veiligheid versus privacy. Daar hoort één factor bij, een factor vertrouwen. Mm-hmm. En dan, zien dat een AIVD bijvoorbeeld, wat echt wel heel belangrijk is in onze veiligheid, een presentatie houdt waarin ze feitelijke onwaarheden vertelt die in hun eigen straatje passen. Dan vraag ik me af in hoeverre wordt er omgegaan vanuit die instellingen met ons vertrouwen. En ten aanzien van de veiligheid. Dat wekt wantrouwen en dat wekt juist het gevoel van privacy wat we hebben nog sterker in de hand. Ik denk dat het averechts werkt. Dit is een derde factor en dat is wel aangestipt vanuit de zorgverzekeraars. Een factor vertrouwen. En als je de vertrouwen kan borgen, dan wordt de scheidslijn veel kleiner. Ja, daar wil ik één punt aan toevoegen. Privacy is inderdaad een mensenrecht, maar het recht op gegevensbescherming ook. En dat weten velen nog niet, dat is sinds 2009, dat wij dankzij de EU, en wij zijn ook de enige in de wereld als EU, hebben wij een effectief fundamenteel mensenrecht, dat heet recht op persoonsgegevensbescherming, los van privacy. En dat hangt eigenlijk samen met wat ik daarnet zei, privacy en gegevensbescherming moeten ook los van elkaar bekeken worden. Nu hebben we ook een apart mensenrecht voor beide. Dus het maakt het eigenlijk handiger om klachten in te dienen, maar natuurlijk, de rest van jouw opmerking ben ik het helemaal mee eens, ja. Goed, omwille van de tijd, ik werd net gecorrigeerd al. Ja. Dat was de laatste vraag. Els, enorm bedankt. Dankjewel. Alsjeblieft.